Dan ben je vooral hier achter me en die roepen daar ik mijn noemer om. 1961? Ja, verdomme. Ja. Geweldig. Hoi. Lukkens juist naar mijn vlog. Er is een nieuwe snackbar in Ljouwt. En dat wil ik wel eens even zien, want ik had er heel veel van je. Hallo. Hoi. Hoi. Amstelbier. Hallo, Amstelbier. Wat heb je gescoord? KFC, een sharebox. Sharebox? Ja. Met wie ga je die sharen straks? Met mezelf. Geweldig. Ben je de baas hier? Ik ben zeker geen baas, ik ben de host. Oh, dus de host. Oh ja, je begeleidt de mensen. Ja, ik begeleid jou bijvoorbeeld nu even daarheen. De hele tijd McDonald's eten. Ja. 15 jaar lang bijvoorbeeld. Nu heb je eigenlijk ook een KFC, dus je hebt variatie. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nooit eerder bij de KFC West, dus ik heb echt geen idee wat je nou op de hamad. Ik denk dat ik maar even voor een paar kipstuk ga. Dat kun je toch het. Helpen! Ja, hallo, maak maar twee hot wings alsjeblieft. Ja? Alsjeblieft. Dank u wel. Geweldig. En nu begreep ik ook wel dat er zelfs drie verkeersregelaars nodig zijn om de boel hier een beetje in het gareel te houden. Mijn taak is op het parkeerterrein. Dat iedereen in de vakken parkeert en eigenlijk een beetje vliegende kip als mijn collega even naar de wc moet of zoiets. Dat ik even zijn plekje overneem en dat doe ik overal. De ene taggongswaai is nou aansluiten, dus meestal maar de vrol even hier aan de zijkant van de Leen Bakker parkeert denk om, de boel op te eten. Ik zeg net, het is echt een straf voor mij. Een straf? Ja, dat denk ik wel. Wat dan? Nou, hier zal ik elke dag komen denk ik. Ja hè? Het is gewoon lekker. Het is gewoon lekker. Het is gewoon lekker. Ja, is het beter dan andere fastfood restaurants? Ja, ik vind het wel. Normaal reed ik altijd naar Groningen. Nu ook, ja, hè? Nee. Hot wings. Hot wings, oh ja, die. Ja. We gaan meteen om 4 uur, dan komen de school uit. En dan verwacht u de grote drukte. Ja, ik denk het wel. En mensen om 5 uur komen uit het werk. Eerste KFC in Friesland. Even testen, even proberen en dan krijgen we denk ik heel erg druk. Dat was ietsjes te zout, dus daar is minder op en dan is het helemaal top. Dan is het helemaal top, ja. Ja. Dan hoef je niet meer naar McDonald's. Oh, dan kom ik al lang niet meer. Ja, maar wat heb jij nou gehaald dan? Ik heb kippenkluifjes gehaald. Kippenkluifjes? Ja. Maar was je al wel bekend met de KFC of was je al wel eerder geweest? Ik was al eerder geweest, ja. En hoe is het dan dat er nu een KFC in Leeuwarden is? Dat is wel handig, hoef je niet helemaal naar Amsterdam of naar Groningen. Hè? Nou, ik heb net de Kentucky Fried Chicken. Wat is dat? Dat zit je naast. Ja, ik zei die auto al liever sneden, een kippenrestaurant. Ja, een kippenrestaurant. Ja. Ja. Hoor je van Pico net? Ja, maar ik ben wat ziek, jongens. Ik ken hoe net. Oh. Ja, ik hou wel van Pico. Oh. Nou, ik weet niet wat er fanatiek, want er zit nog een bonk in. Geweldig. Tja, die wel, wel pittig op zich, maar ik denk dan meer van de grilde piek ben. Dit is natuurlijk fried, hè? Dus dat is frituurd. Grilde piek vind ik beter dan frituurde piek. Vet is net per se goed. Ik heb per se slecht, maar ik krijg alleen wat minder vet ben. Door iets net te frituren, dan wel. Een heel lang verhaal dit, staat nergens op. Prima, hoi. Geweldig.